de verhalen raken omdat ze heftig zijn. En ze gaan stuk voor stuk over de strijd die iemand heeft gevoerd. En het kan niet anders dat je daardoor geraakt wordt. Ik voelde dat ik iets moest doen. Ik miste iets op het sociale vlak. En ik wilde op het scheidsvlak van defensie en de fotografie, wilde ik daar iets doen. En door een tentoonstelling in Berlijn van The Faces of War dacht ik, hey, ik ga iets voor onze gewonde militairen doen. Ik denk dat dit boek ook niet alleen gaat over respect, maar over erkenning. Over de erkenning die mensen zouden moeten krijgen voor de strijd die ze gevoerd hebben. Het mooie is dat zij mij echt het binnenste van hun ziel lieten zien. Zij vertelden mij bijna alles. De interviews die Johan heeft gemaakt, die waren perfect. Hij weet zo goed de kern te raken, hij weet zo goed het verhaal van mensen te beschrijven. Hun strijd ook weer te geven, dus daar heb ik heel weinig aan gedaan. Ik laat zijn taal ook intact, de uitspraken ook, want die zijn zoals het is. Het waren hele mooie momenten, het waren dierbare momenten. Het waren momenten waar zij echt hun verhaal vertelden. En bijna allemaal zeiden ze ook, ja, een veteraan praat met een veteraan. Dus achter iedere foto zit een verhaal, maar wel een verhaal wat zij zelf hebben gemaakt. Het is hun keuze geweest en samen hebben we erover gesproken. Dus iedereen zal zich herkennen in de foto. Een van de mooiste uitspraken die ik ook heb gelezen was, hulpvraag is juist wel stoer. Ik dacht, ja, daar kunnen mensen iets mee. Zeker in een wereld van defensie waar stoer doen toch redelijk een ding is. En als je dan mensen kunt meegeven dat ze juist wel hulp moeten vragen, ja, prachtig. Dat vind ik mooi.